bijvoorbeeld dit. Als ik zorg dat ik mijn voet onder mijn lichaamszwaartepunt neerzet, en dan kan ik heel erg actief zijn, dan kan ik echt op mijn voorvoet bezig zijn. Dus misschien zit daar wel iets in van als je het ziet dat iemand heel erg aan het stampen is, let dan even goed op waar hij zijn voet neerzet. Vanuit de literatuur, of tenminste, literatuur voor zover die er is, voetplaatsing moet eigenlijk ook onder. Probeer dat bij jezelf even te controleren of je genoeg voetspanning kunt controleren. We slept by dogs, down by the fireside. Awoke to the fog, we're all around us, the boom of summertime. We stood. Daarom zwaai ik hier mijn armen. De skipping kan daarom ook heel goed dienen om die rotatie tegen te gaan. Als je nou goed een accent op je armen legt. Als je die armen weghaalt door dit te doen, dan moet je die torsie opwekken zonder dat je je armen gebruikt. En dan moet je de schuine buikspieren gebruiken. Doe hem nog één keer. As the stars in the wood, so happy heart in the warmth rang true inside these bones. Gaan we doen. Drie passen. Zo, drie passen. Rechts, drie passen rechts, drie passen links, recht. Misschien recht, links, recht, links. Rang true inside these bones. The old brown fell we sang. Just to bless the morning. Zorg dat je mooi recht op blijft, lichaamsspanning, en zorg dat je je benen elke keer hebt.
Die zetten vooral af met het been wat ze omhoog gaan heffen. Voetcontact met en twee passen niet. Dan weet ik namelijk zeker dat dit een standbeen is. Want als ik deze niet op de grond mag doen, dan moet dit wel het standbeen zijn. Let op. Darling, you with me always alone. Only love, only love. Darling, I feel you under my body. Only love, only love. Give me shelter. Show me hard, come on love, come on love. Watch me fall apart, watch me fall apart. Watch me fall apart.